Ik heb last van hallucinaties. Is dat normaal? Ja, hallucinaties komen heel veel voor bij mensen met Parkinson. Hallucinaties, even voor de kijkers, zijn dingen horen of zien die er niet in werkelijkheid zijn. En waarvan je ergens ook nog wel het irreële karakter inziet. Dingen zien is de meest voorkomende vorm van hallucinaties. Dus kabouters door de huiskamer zien lopen. Dat kan te maken hebben met een slecht functionerend oog zelf. En waarbij je brein dan het gaat invullen wat je eigenlijk niet ziet. Het kan ook te maken hebben met de verwerking in de hersenen zelf. Dat zit aan de achterkant in de hersenen. En we weten dat dat soort hallucinaties vaak optreden later in het beloop van de ziekte. En dan vaak ook een uiting zijn van het voortschrijden van de ziekte. Waarbij ook de afwijkingen van de Parkinson echt in de hersenschors zijn gaan zitten. Pillen kunnen dat erger maken. Dopaminerge pillen, dus bijvoorbeeld levodopa, kan dat erger maken. Maar we weten ook dat het staken van die pillen misschien die hallucinaties wat beter maakt. Maar ook weer leidt tot een onacceptabele toename van de stijfheid en de traagheid. Ja. Dus dan is het vaker beter om een medicijn tegen die hallucinaties te geven, en die zijn er, dan om die Parkinson-pillen te verlagen. Ja, ja, en ik denk ook goed informeren dat het dus erbij kan horen bij die pillen. Ja, ja. En goed vragen aan de patiënt of ze het eng of bedreigend vinden. Precies. Er zijn mensen, er zijn echt letterlijk mensen die zeggen, gezellig, dan lopen die kabouters door mijn huiskamer. Ik weet dat ze niet echt zijn. Ja, dan hoef je dat niet te behandelen, nee. Want dat komt wel met een prijs. Ja, op het moment dat mensen dat angstig en bedreigend vinden, dat kan natuurlijk ook, dan moet je dat natuurlijk wel behandelen. Ja, want het is toch ook bekend van de dopamine agonisten? Ja. Want ik gebruik zelf een Sifrol en ik weet al dat als ik een dosis hoger moet, dan komen bij mij dus alles wat er om me heen gebeurt, komt echt allemaal binnen. Doen mijn filters het niet zo goed meer, dat weten we nu al. Dus ik ben weer naar beneden gegaan, want het hielp tegen die tremor niet. Ja. Maar moet ik straks meer, dan weten we nu al dat ik dus naar een ander middel moet gaan zoeken. Want ik word er stapel gek van. Nee, je hebt helemaal gelijk. Er zijn bepaalde pillen met meer risico dan andere. Ja. Dus als je de route kiest van het afbouwen van de pillen, dan begin je met de meest waarschijnlijke boosdoener. Ja. En dan staat een dopamine agonist, is veel beruchter dan levodopa. Levodopa is eigenlijk de laatste die we afbouwen. Want het is het krachtigste medicijn voor je motoriek. En de laagste kans eigenlijk op hallucinaties. Ja, oké.